Dat gebeurt bij Ajax niet. En dat is nog het stukje voorsprong wat Ajax heeft. PSV wil in de spoor van koploper Ajax blijven en zal dus moeten winnen van Feyenoord. In aanloop naar de kraker in de Kuip leggen we clubiconen Willy en René van de Kerkhof een aantal stellingen voor. Nog niet. Nee, ik ook nog niet. Ik zie het niet wat hij wil, dat er bij PSV uitkomt. Hij wil pressing spelen en misschien met 4-2-2-2. Ik denk toch dat hij terug moet naar 4-3-3. Er zijn te veel zwakke wedstrijden van PSV geweest. Als je dan afgelopen dinsdag ziet tegen RKC. Ja, RKC was beduidend beter. En op thuiswedstrijd van PSV, dat je door een ploeg die onderaan staat de wil op krijgt gelegd. Ja, dat moet niet kunnen. Nee, ik ben daar niet overtuigd. Dus wat René zegt, misschien moet je wel naar 4-3-3 toe. En met name ook, je moet het beter afstemmen op elkaar. En heel vaak merk ik de eindpasses nog wel eens fout of naar een tegenstander gaan. En zit er nog niet 100% in. Ik verwacht daar iets meer van PSV qua voetbalvermogen. Ja, we hopen het. We hopen dat hij voor aangetrokken is, dat hij doelpunten gaat maken. Maar als ik kijk naar de bewegelijkheid en naar de activiteit van de spits van VVV, ja, dan moet ik toch concluderen dat die spits van VVV wat verder is dan Sahavi. Dat klopt, daar ben ik mee eens. Maar met Sahavi kun je, ik vergelijk Sahavi een beetje, maar dan moet hij nog wel de doelpunten maken natuurlijk. Een beetje met Gert Müller vroeger, waar je in principe ook geen 1-2 meer kon maken. Ken je met Sahavi ook niet, want die bal die komt gewoon ergens anders terecht. Maar hij scoort en ja, goed, daar is hij in feite voor aangetrokken. En als hij zonder scoort tegen Feyenoord dan twee keer, dan is het ook goed. Oké, dan vooruit dan, voor deze keer. Ja. Nou, ik ben het niet zo eens. Nee, ik vind het gewoon... Ajax zit ook in een slechte periode. Goed, ze pakken dan vorige week bij AZ dan voor de beker. Maar ik denk Fortuna toch... pakken ze... Ik denk dat ze het zondag toch moeilijk krijgen bij AZ. Ajax is nog niet de ploeg die zegt van... Hé, dan ga ik met mijn gerustheid gaan we naar Fortuna toe. Of, want dan hebben ze het ook moeilijk. Net als PV, idem dito. Maar de meningen zijn dus nu een beetje verdeeld. Of Ajax op dit moment verder is dan PSV. Ja, het is een beetje verdeeld. Ik vind dat Ajax wat stabieler is als PSV. Ze controleren meer de wedstrijden. En PSV controleert de wedstrijden. Als je de wedstrijden van ons RKC ziet, dan controleren we de wedstrijden. En we hebben geluk dat we goede keepers hebben. Ook in Volendam uit, dan kun je zomaar met 3-4-0 achter staan. Ja. Nou, dat gebeurt bij Ajax niet. En dat is nog het stukje voorsprong wat Ajax heeft op PSV. Dat ben ik de eerste keer met hem eens. Ja. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Ik denk dat Feyenoord nu echt in een dip zit. 3 wedstrijden met elkaar verloren. En ik denk dat de Feyenoord even heel moeilijk krijgt. En dip, misschien dip, hopen dip dat ze eruit komen, maar ik denk niet dat ze zondag gaan redden tegen PSV. PSV moet een keer overheen stappen en gewoon als volwaardige ploeg Feyenoord in de Kuip verslaan. Zoals wij dat vroeger deden. Ja, dat is wel zo. Voorspelling 0-2. 1-2.